Op een plek waar je het nou niet echt verwacht, huist Nederlands grootste dater, het kantoor van Raymond van Barneveld. En toeval of niet, net als wij er zijn, komt er een postbode langs. Het oude beroep van de dartsprof, die in 2001, 2003 en 2004 de Zuiderduin Masters won. In de finale van Fordham, Henky en King. Van King weet ik nog heel goed. Dat hij in de laatste set, volgens mij versloeg ik hem met 6-0, dat hij zijn pijl achter voren weg ging gooien. Dus die gaf het eigenlijk al heel snel op. Van Barneveld let nog steeds op jong Nederlands talent. Dat vindt hij belangrijk. En eentje noemt hij echt specifiek. Jeffrey de Zwaan. Ja, ga daar maar op letten. Jeffrey is een jongen van 17 jaar. We zijn op dit moment bezig om met hem aan de gang te gaan. Om hem bij ons team toe te voegen, zeg maar. En Jeffy is een fantastische speler. Van Barneveld wil desgevraagd ook wel wat zeggen over de Noord-Hollandse darters. Bijvoorbeeld over Wesley Harms. Wat ik aan Wesley gewoon heel erg knap vind, is gewoon eigenlijk vanuit het niks Lakeside halen. Daar dan twee keer een halve finale. Kijk, dan kan dat geen toeval zijn. Met Christian Kist had ik zoiets van, wauw, weet je, iemand net als Jelle Klaassen wint uit het niks, wint zomaar het WK. Maar er zit geen stabiliteit meer daarna. En van Wesley vind ik het toch knap als hij één keer de halve finale haalt, het jaar erop dat weer doet. In Egmond zullen we hem niet zien, Raymond van Barneveld. Hij gooit voor die andere bond, de PDC. Maar de herinneringen, die blijven. Van Barneveld houdt wel een beetje van Egmond. Overtuigende 5-0 zegen in de finale.